Door eenzaamheid verblind. Loopt ze slenterend door de straten. Tranen rollen over haar wangen. Niemand heeft dit in de gaten. Ze leidt een zwervend bestaan. Geen dak boven haar hoofd. Blaren onder haar voeten. Niet wat de pijn enigszins verdoopt. Jongens, het wordt... Vrienden hadden haar verlaten. Juist toen ze hen zo nodig had. Als een baksteen laten vallen, viel zij in een heel diep gat. Ze is wat je noemt mislukt in de maatschappij. Niemand gunt haar een blik waardig. Men loopt haar met een boog voorbij. Maar ook zij heeft gevoelens, is een mens zoals jij en ik. We hebben vaak een vooroordeel en noemen haar een viezerik. Wij, normale burgers, maken ons eigen samenleving. En wat hier niet in past, zijn mensen zonder huisvesting. Wat wilt u veranderen in de tijd dat u koning bent aan de dakloze Nederland? Turkina moet blijven, Turkina moet blijven. Nee, het is een allochtoon. Die moet het land uit. Maar kijk dan, ze is helemaal ingeburgerd. Nee, ze moet weg. Waarom moeten de buitenlandse kinderen die in Nederland zijn opgegroeid toch het land uit? Dromen die je had, in één keer verpest. Je uithoudingsvermogen wordt dan getest. Dingen die je meemaakt in je leven, blijven voor altijd aan je kleven. Dag en nacht in je eentje voel je angst, zonder hulp duurt het langst. In het diepste punt van de depressie, verander je gevoelens in agressie. Het enige waar je aan denkt is zelfmoord, ook al denk je ik ben gestoord. Dag na dag pesten wordt alleen maar erger. Haat die je voelt wordt dan sterker. Het pesten heeft vreselijke gevolgen. Het blijft je hele leven achtervolgen. Rust, maak je maar geen zorgen, want alles komt wel goed voor morgen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat pesten wordt teruggedwongen? Hallo, wist u dat er wel per jaar 50.000 leerlingen blijven zitten, alleen maar vanwege slechte motivatie? Hoe kunnen wij nou leerlingen meer motiveren voor school? Wat vindt u? Jij komt voor de sollicitatie? Ja, vakvulling. Ja, oké. Okay. Ja. En wat doe je in je vrije tijd? Op het moment niks. Ik heb net mijn HAVO-diploma gehaald. En heb je al eerder werkgelegenheden gehad? Ja, ik heb bij de HEMA gewerkt toen ik 15 was. Oh, oké, okay. En hebben ze daar ook licenties van, weet je? Ja, die is gestuurd. Ja, zo, oké. Oh, ik zie hier dat je een strafblad hebt. Ja, maakt het uit? Ja, dan kunnen we je helaas niet aannemen. Dat meen ik. Waarom wordt een strafblad niet gewoon kwijtgescholden na je 18e? Torenhoge schulden. De boeken zijn te duur. Hoe ga ik dit betalen? Hoe zit het met de huur? Torenhoge schulden. Alles moet ik lenen. Wat moet ik nu? Nu de studiefinanciering is verdwenen. Torenhoge schulden. De helft heeft al moeite met rond te komen. Waardoor hun dromen langzaam worden afgenomen. Torenhoge schulden. Een moeilijk te vinden part-time job. Samen met mijn studie ben ik doodop. Torenhoge schulden. Wij worden beperkt. Beperkt in ons uitgaven. En ik weet niet of dit wel werkt. Torenhoge schulden. Mijn studie is nu afgerond. Hoe ga ik dit nu aflossen? Dit is toch niet gezond? Torenhoge schulden. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe wordt mijn leven? Kom ik hier wel vooruit? Torenhoge schulden. U weet als geen ander. En wat denkt u? Willem-Alexander, denkt u niet dat de schulden voor de studenten te hoog worden door de afschaffing van de studiefinanciering? My baby's your only laptop.